Enkele assembleeleden hebben minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblee gevraagd om opheldering over enkele ontwikkelingen binnen de rijstsector in Nikeri. Ebu Jones en Rabinder Permisser van de NDP-fractie en VHP-topper Aziz Kumar Gayadin hebben de bewindsman op de vingers getikt. De minister beloofde uiteindelijk de nodige stukken die voor opheldering moeten zorgen op te vragen en te overleggen. Twee leden van uw college, het lid Permisser en het lid Jones, hadden vragen gesteld omtrent Prins Bernhardpolder. Dat zij informatie hadden dat Prins Bernhardpolder verhuurd is aan derden. Dit moet ik wel ontzenuwen, dat is niet het geval. Toen in oktober 2020 we Prins Bernhardpolder weer terug hadden in de boezem van de staat. En hadden wij niet de beschikking over de nodige machines of de middelen. En om het in cultuur te brengen, om tenminste de activiteiten op te starten. Het model waarvoor er gekozen is, er is op seizoenbasis zijn er contractors ingehuurd voor de diverse activiteiten en elke keer aan het einde van het seizoen is er verrekend met hun en daarna, met dat het nieuw seizoen inging, is er weer een contract aangegaan. Dus wat dat betreft kan ik stellen dat Prins Bernhard niet verhuurd is geworden aan derden. Na de uitleg van Seudin werden er andermaal vragen gesteld over de rijstpolders en overeenkomsten die gesloten zijn met contractors. Permisser stelt dat hij op de hoogte is van vee dat op de plek is waarover de minister het heeft gehad. Het DNA-lid is van mening dat de minister niet alle vragen beantwoordt en stelde uit te kijken naar een betere uitleg. Voorzitter, de minister spreekt zichzelf enigszins tegen. U hebt het over contractors die ingehuurd zijn. En mijn vraag was duidelijk, is er transparantie? Is er een openbare aanbesteding geweest? Mogen we die contracten zien? Permisser zegt te hopen dat er meer transparantie komt vanuit de leiding van LVV. Gayadin haalde aan dat er eerder is aangedrongen op duidelijke antwoorden. Hij stelt dat het parlement rekent op uitleg en dat de samenleving duidelijkheid wil. De VHP-topper zei dat hij wil weten wat er is gebeurd met de inzaai op de gebieden die genoemd zijn en wat de inkomsten van de staat zijn.